allemaal. Het is vandaag maandag. Wat betekent een nieuwe weekvlog? Ik ben inmiddels lekker wakker, aangekleed, alles niks opgemaakt. Ja, vrijdag heb ik iets cools aangeschaft. Dat is namelijk de fidget spinner. Ik heb de fidget spinner aangeschaft. Het leek me, natuurlijk iedereen heeft het, dus ik dacht ik moet hem ook hebben. Dus ik heb hem ook nu, waar ik heel blij mee ben overigens. Ik heb hem niet alleen voor mezelf gekocht, ik heb hem nog voor twee andere lieve klasgenootjes gekocht. Die ontzettend veel voor me doen. Die op mijn been zit, dus als bedankje daarvoor. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik ben inmiddels wakker, aangekleed en al. Het wordt vandaag iets minder warm dan dat gisteren was. Gisteren was het behoorlijk warm, 24 graden. Het wordt vandaag rond 18 à 19, dus ietsje minder. Ik heb inmiddels wel aangekleed. Ik heb dit vestje aan van de H&M. Shirtje van de New Yorker, als ik het goed heb. Ja, dit komt bij New Yorker vandaan. Het is een lekker lang shirtje aan de achterkant. Als ik het kan laten zien in de spiegel. Kijk, is voor de helft doorzichtig. Dus dat vind ik wel leuk. Dus die heb ik aan. Zwarte broek. En mijn grijze zomerse Nike's heb ik weer lekker aan. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag, de derde dag van de week alweer. Ik ben inmiddels lekker wakker, alles zit hier nog pot en pot dicht, want ik denk dat als ik het open doe, dat de warmte hier als een idioot erin komt. Bed opgemaakt op een paar kussens na, die liggen nog daar. Tas is ingepakt, ik ga naar beneden, ik ga de broodjes meenemen die ik gisteren gemaakt heb, daar zal ik zo meteen nog even wat van laten zien. Kapot, eerlijk gezegd. Het eten op school was wel heel gezellig. Ik ben weer thuis, ben er bij de dokter geweest. We moeten over, of tenminste volgende week, moet ik een avondvideo ergens gaan lopen. Maar dat raden ze dus zeer af. Maar het moet wel. Dus ik ben nu in gesprek met mijn mentor. Ik weet niet hoe ik het ga oplossen, want ik moet hem lopen voor mijn stageopdracht. Anders mag ik in, wat is het? November geen stage lopen. Dus ik baal een beetje ervan. Ja, ik weet verder niet hoe ik dit nou ga oplossen. Maar ja, ik ga het even aankijken. Hopelijk kan het of überhaupt opgelost worden. Wat ik net wel heb gedaan is, ik ben nog even, want ik was drie kwartier te vroeg. Dus ik ben even naar Akkoff gegaan en heb ik dit shirtje gekocht. Superleuk. De achterkant vind ik ook heel leuk. Dus die heb ik gehaald. En het is heel erg grappig stof. Dus die heb ik gehaald. En ik heb deze ook in zwart met streepjes gehaald. Hij is wel, het is van dat hele aparte stof. Dus hij rekt niet mee. Maar ik vind hem wel verder heel leuk. Ik ga even het huiswerk maken. En hopelijk wachten op een berichtje terug. En dan zien we wel verder. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. En hopelijk is er een andere oplossing voor. Je zal misschien denken, Kim, wat ben je aan het doen? Ik heb een eigen gemaakt alarmsysteem gekocht bij de Intertoys.
Lijkt me wel grappig om het uit te testen. Ik ben hem nu. Hij zit helemaal in elkaar. Ik moet alleen al deze draadjes nog zien te verbinden. Dat is dus het punt waar ik het slechtst in ben. Maar het gaat tot nu toe wel oké. Ik denk dat ik het snap. We zien het gauw genoeg als hij zo meteen werkt. Ik ben heel benieuwd. Het is best leuk. Een beetje experimenteren en lekker bezig. Ik ben heel benieuwd. Het is donderdag. Het is inmiddels middag. Ik ben vanmorgen lekker weg geweest met mijn ouders naar Phoenix. En even naar de markt geweest. Daar heb ik een nieuw popsocket gehaald voor mijn nieuw hoesje morgen. Ik heb namelijk een Marble 360 hoesje besteld. Dus daar heb ik natuurlijk ook een nieuw popsocket bij nodig. Want die ene die ik nu heb past daar totaal niet bij. En nu weer helemaal buiten adem omdat het zo warm is. Dus maar dat ga ik jullie morgen allemaal laten zien. Ik ben huiswerk aan het maken en verder lekker in de tuin aan het zitten en mijn gemak aan het houden. En ja, that's it. Eigenlijk niet heel veel aan het doen. Meer aan mijn gemak houden, want het is best heel erg warm. Goed, en niet alleen alles is lekker opgeruimd. Ik heb lekker mijn gemak gehouden vandaag. Er zou vandaag mijn idee binnenkomen en die heb ik. En mijn nieuwe hoesje, oftewel ook wel mijn rapport cadeau. Is binnen. Het is een 360 hoesje. Check dit. Hij is helemaal marbleblauw. En ik heb een nieuw popsocket erop. Het is echt heel erg vet. Ik ga hem het weekend even wat beter aan jullie laten zien. Ik sta nu op het punt om weg te gaan. En ik eindig hierbij ook gelijk de vlog. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Voor alle nieuwe mensen abonneer op dit kanaal aan die kant. En kijk mijn vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!